10 jaar geleden. F3, F4. En er vielen er 2 op. En gelukkig tekent er nu 1. En daar zijn we hartstikke blij mee. Op je 15e mag je tekenen bij Feyenoord. Hoe zat het met de zenuwen voor vandaag? Ja, gewoon een gezonde spanning. Ja. Ja, je leek heel rustig. Je keek de zaal in en wie zag je er allemaal? Wie had je allemaal meegenomen vandaag? Gewoon familie, ouders. Heb je nog veel geoefend de laatste tijd? Want de trainingen lagen misschien stil, maar jij bent wel doorgegaan, hè? Ja, zeker. Want wat deed je dan onder andere? Zelf vrij trappen afwerken. Zelf vet houden. Ze wilden dat jij vandaag een overhemd aan zou doen. Maar hoe ging dat? Nee, dat is niet mijn ding. Dus gewoon een normaal shirtje. Ja, het is een fantastische dag voor jou en voor ons ook. En volgend seizoen dat wordt echt een hele speciale jaar. Hè? Dat is Feyenoord onder 21. Ik wens jou, maar ons allemaal ook heel veel succes. Heel mooi jaar zo, ondanks het corona. Maar VWO afgerond en natuurlijk nieuw contract, dat is hartstikke leuk. Uiteindelijk ben ik veel gaan spelen in de basis. En nu met onder 21 eraan kreeg ik eind december het belletje dat ik een contract zou krijgen. We hebben een goed team. We zijn goed op elkaar ingespeeld. Er komen een paar nieuwe jongens bij, wat ouder. Dus ik heb er eigenlijk vol vertrouwen in wel. Ik zag allebei je opa's en oma's zijn hier. Ja. Hoe bijzonder is dat nog? Ja, dat is heel bijzonder. Zeker dat de ene opa en oma zijn best wel oud al en hebben het allemaal moeilijk. Dus, maar die leven al zo lang mee en hebben echt lang op dit moment gewacht. Dus ik ben heel blij dat ze hier nog kunnen zijn en het zo leuk vinden.